Hallo jongens en meisjes, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe serie. Ik ben Koen en vandaag gaan we bij iemand langs. Want wij hebben een serie bedacht om jullie vragen te beantwoorden. En jullie moeten in de comments jullie vragen achterlaten. Vandaag is de vraag van Timo. Hoe word je een bekende DJ? Right over this. Oh, hallo. Wat is er? Wij hebben een vraag van Timo. Hoe kan je een bekende DJ worden? Nou, hoe je een bekende DJ kan worden, hè? Hoe je een bekende DJ kan worden? Ja, je kan een bekende DJ worden door gewoon eigen muziek te maken. Kan ook gewoon van andere mensen muziek draaien. En dan moet je wel heel goed mixen en zo. Ik kan het je wel even laten zien. Oké. Nou, kijk. Hier heb ik een DJ-tafel. Ja? Ik zal wel even iets meer zo leggen. Nou, kijk, hier heb ik een DJ-tafel en dan kan ik jullie even iets laten horen. Zal ik dat doen? Ja, dat is goed. Okay. Set on the stairs, say you leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me close. Hoe kan je allemaal zorgen dat alle verschillende geluiden worden gemaakt? Ja, dat zal ik je dadelijk uitleggen. Laat nog even een stukje horen. Kijk, hier heb ik een draaitafel. Ik kan het wel even een beetje. Ik zet het geluid iets achter. Zodat je mij dan ook nog bij hoort. Oké, kijk, ik zal je even uitleggen. Dit is de basisknopjes. Bijvoorbeeld, dan draai ik. Kijk, nu hoor je het normaal. En dan draai ik deze natuurlijk om. En dan draai ik hem weer de andere kant op. En dan draai ik deze. En draai ik deze. En draai ik deze. En draai ik heel. En dan ga ik bijvoorbeeld ook nog dit doen. Dat is die en die. En dan ga ik nog naar de andere kant doen. Dan kan ik ook nog die. Nee, helemaal niks. En kijk, dit is dus. Dit is gewoon hetzelfde als bij die. Maar deze, dit is dus het kanaal. Zet ik die helemaal uit. Weer niks. Zet ik die helemaal aan. Dat is ook voor het geluid. En ik zet nu wel even iets harder. Kijk, hier heb ik de computer. Daar kan ik alles op zien. Kijk, dan draai ik deze. En draai ik dit knopje. Deze. Zie je het op de computer ook. Kijk maar. Zie je het daar bewegen? Mm-hmm. Ja. En maar het is hetzelfde als bij de volume. Kijk hier. En En hier heb ik. Kan ik ook laten zien. Kijk hier. Dus dit knopje. En druk daar. Kijk, dan wordt hij daar iets anders. Daar. Dat zijn allemaal effecten. Ik ga beginnen met effect. Oh, moet ik even. Overloop, ga ik even het liedje aanzetten. Wait een beetje en dan ga ik nu naar de volgende. Ga ik nu weer naar de volgende.
Oh, wacht, ik heb hem niet eens aangezet. Sorry. Sorry mensen. Spijt me. Nou ja, we gaan weer even beginnen bij overloop. Gaan we? Hoor je? Beetje effecten. Gaan we nu naar. Ja, ik weet niet hoe dat staat, maar ja. En nu naar weer een andere. Dat is Beard Grilled. Bijna hetzelfde als de volgende. Flanger. Oh. Hoor je het een beetje? Gaan we nu naar de volgende. Ego. En gaan we nu naar de volgende. Break. Laat ze backspin. En ja, dan was het alweer alle effecten. En dat kan dan hetzelfde bij deze kant. Dan heb ik nog deze knopjes. Loop in en de andere. Dat is loop out. Kijk, dan ga ik hem even aanzetten. En doe ik die. Dan doe ik die. En die. En nog een keer op die. En dan gaat hij weer verder. En dan hebben we natuurlijk ook nog deze. Kijk, wat doe ik nou zo? En dan kan ik die ook doen. En dan heb ik. En kan ik hem ook helemaal uitzetten. Maar meestal heb ik hem gewoon op die stand, heb je dit. Maar ja, dit was eigenlijk een beetje mijn DJ set. En dan gebruik ik ook nog Virtual DJ, dat is dit. Ja, dit, dat was eigenlijk. Ja, wat ik hem hoor, ja. Ja. Nou ja, heb jij nog vragen? Misschien? Nee. Eigenlijk niet. Nee, dan is dit nu. Is het alles of niet? Of ja. Moet ik nog wat doen? Nee, alleen de vragen beantwoorden. Oh ja, oké. Of moet ik. Ja, ik heb ook nog allemaal licht, hoor. Kan ik ook even laten zien, misschien. We hebben de stekker erin. Stekker zoeken. Ik weet niet wat de stekker is. Ah, hier. Hier is de stekker. Maar ik krijg het niet uit, dus dan laat ik die ook niet zien. Maar ja, ik zou graag wel even een beetje beantwoorden. Want ja, eigenlijk is het gewoon. Hier is het. Eigenlijk is het gewoon. Goede DJ zijn. Gewoon, doorgaan. Je begint altijd klein, gewoon met deze set. Ja, en daarna moet je gewoon groter worden, gewoon doorzetten. Dus, hoe heet die jongen die de vraag had? Timo. Oh ja. Oké, Timo, voor jou, persoon. Je weet nu hoe het moet. Maar ja, ik hoop dat je een goede DJ wordt. Dus, jij hebt nu je echt niet goed zeggen. Dit was het antwoord op je vraag. Doei!